De man die zijn eigen woning aanstak en een brandbom bij de buren gooide, stond al langer bekend als een lastige buurman met lastige grote honden. Wij hebben hem in 2011 aangeboden om toch te kunnen blijven wonen in zijn eigen woning. Maar dan moest hij inleveren op zijn huisdieren. En daar zijn ze niet mee akkoord gegaan. Had het voorkomen kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid gedaan heeft wat hij kon om het in goede banen te leiden. Toch is het uit de hand gelopen. En daarom denk ik dat we nu naar de toekomst moeten kijken. De brandstichter zit nog altijd vast. Bovendien is hij niet de enige lastpak in de straat. Nee, zeker niet. Er zijn meerdere schuldigen. Ja. Volgens de gemeente heeft de woningstichting gedaan wat ze kon. De eerste bemiddeling, mediation, daarna een uitzettingsprocedure. Dat is een hoge beroepszaak geweest. En uiteindelijk is dat uitzettingsbevel van de rechter gekomen. Ja, en ik kan me wel voorstellen dat je als rondomwoner dan op een gegeven moment zegt van het is klaar.